ja, minder terecht dan vorige week, denk ik. Hè. Dat Emma ook gewoon een goed voetballende ploeg heeft. En dat we daar ook wel fases dat wat lastig hebben. Maar ja, als ik zie de kansen die we dan creëren en hoe je denk terecht op voorsprong komt, ja, dan is het voor ons gewoon een goede wedstrijd. Met name de eerste helft leek een beetje twee gezichten te hebben. De Graafschap in het begin gevaarlijker, maar in de loop van de eerste helft kwam Emma ook uit de schulp met die kans van Hilteman als grootste gevolg. Hoe zeg jij dat? Ja. Ja, klopt. Ik denk dat we heel goed beginnen en dat we daar in de manier hoe we willen spelen, dat we daar echt een paar goede kansen uit krijgen. En ook gevaarlijke momenten dat de eindpaas nog niet altijd goed is, dat we daar eigenlijk nog veel meer uit kunnen halen. En daarna fase dat we niet goed druk geven. Ja, dat is wel een dingetje waar we heel veel mee bezig zijn de laatste tijd. Dat we dat wisselend doen. Soms fantastisch. En fases ja, dat we dan moeite hebben om dezelfde dingen te blijven doen. Ja, dat moment met Hilteman, ja, dat kan ook een wedstrijd weer moeilijker voor je maken. Hè? Omdat je eigenlijk speel jezelf daar de bal onnodig. We hebben eigenlijk gewoon de bal. En ja, dan krijg je 100% kans tegen. En verder denk ik dat we heel weinig weggegeven hebben. En als ik zie hoe de tweede helft, hoe ons team dan aan het strijden is. En binnen de manier hoe we willen spelen en hoe volwassen dat ze spelen, ja, dan moet ik zeggen, daar genieten wij daar wel van. Opvallende wissel, denk ik, voor het publiek. Liefdink er ook af voor Fortes. Waarom was dat? Was het ook in verband met de druk zetten? Nee, ik vond Elmo gewoon niet zo goed in de wedstrijd zitten. Een aantal keren achter elkaar had hij balverlies. En dan moet je, ja, dat zijn lastige dingen als coach, maar dan moet je wel op dat moment ingrijpen als je denkt dat het nodig is. En, ja, dat hebben we gedaan en ik denk dat het goed uitgepakt heeft. En juist bij die openingstreffer Joey Konings, de hele wedstrijd al gigantisch veel aan het rennen, veel energie in die wedstrijd aan het stoppen. Hij is dan degene die een belangrijke rol heeft. Hoe zag jij die goal? Ja, dat doet hij hartstikke goed. En een aantal momenten dat ik af en toe boos op hem ben of dat hij niet het juiste moment pakt. Hè. En dat zijn dingen die we veel trainen en veel bespreken en veel met beelden doen. Dus soms doet hij dat fantastisch. Maar ook momenten dat hij daar iets in laat liggen. En dat geeft ook niet. Hè. We zitten aan het begin van het seizoen. Alleen daar doet hij het natuurlijk fantastisch. En dan zie je als je dat samen goed doet, ja, dat je gewoon een goal oplevert. Want dan hoor je net al naar Giovanni Korte schreeuw, kopspecialist. Ja, nou heeft zijn lengte niet mee, maken wel aardig time die kleine. Daarna een wedstrijd, ja, het lijkt alsof het niet heel erg, niet heel veel kansen ontstaan. Hoe heb jij dat gezien? Heb je nog angst gehad dat Emmen terug zou komen? Nee, eigenlijk niet. Wat ik zeg, daar heb ik ze ook een compliment voor gegeven in de kleedkamer. Hoe die jongens samen strijden en bij elkaar blijven tijdens de wedstrijd om een resultaat binnen te halen. En hoe volwassen dat ze dat doen, ook die jongens hoe die invallen. Dan is dat gewoon, en dat zie je ook hoe ze reageren op elkaar in de kleedkamer. Hè. Dat is dan één groot feest en hoe ze op elkaar reageren. Ook de wissels die het weer goed doen. Ja, dat is voor onze staf is dat fantastisch. En, ja, dan voel je ook de rust op de bank dat je ja, gewoon heel weinig weggeeft. Natuurlijk kan er een keer een bal verkeerd vallen. Hè, waar we het vorige week over hadden met NAC. Dat ook wel eens ja, zo'n bal wel kan vallen. Maar ook daar moet je niet van in de war raken. Dus uiteindelijk weten we heel goed met elkaar wat we aan het doen zijn. Ja, en dan denk ik dat je een terechte overwinning binnenhaalt. Ja, de invallers bewijzen ook hun waarde, komen ook vlammend van de bank af. Denzel Gravenberg scoort nog een goal, misschien wel op zijn Henny Meijers, of hoe zag jij die goal? Ja, hij is natuurlijk super sterk hè. En het is mooi voor hem. Daar, hè. Natuurlijk krijgt Devin ook veel complimenten, dat zal ook iets met Denzel doen. Hè. Maar uiteindelijk ja, weten wij gewoon dat wij die jongens allemaal hebben en dat Denzel ook met een kleine blessure af en toe wat gemist heeft en dat we daar voorzichtig mee geweest zijn. Ja, dan is het mooi als hij invalt en dat hij dan dit kan brengen en helemaal als hij een goal kan maken, ja, dan ben je super blij voor zo'n jongen. Ja, als je ziet hoe het team op hem reageert in de kleedkamer, dan zit het wel goed in de groep. Wat gebeurde er dan? Ja, ze wilden eigenlijk Denzel al laten speechen, maar het was één groot feest en Denzel bleef bescheiden, dus dat was allemaal. Drie overwinningen op zak, één nederlaag. Hoe staat de Graafschap nu voor met deze overwinning? Misschien wel op een concurrent in de zak? Ja, we zijn op de goede weg, maar ja, nogmaals, we zijn net bezig. Dus we zijn tevreden met de resultaten die we halen. Hè. En drie keer de nul achter elkaar en dat je daar controle houdt. Dus ja, dat is natuurlijk is dat prima. Maar uiteindelijk moeten we wel wat stappen maken.